Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia. Bij onze studie naar Israël in het Nieuwe Testament hebben we al veel brieven van Paulus behandeld. En nu wil ik de brief aan de Galaten met u behandelen. Er zijn heel veel dingen die nog verborgen zijn in deze brief, die door de theologie nog steeds niet is ontdekt, die christenen nog niet doorhebben, maar die zo ontzettend belangrijk zijn voor onze tijd, dat het goed is om daar eens aandacht aan te besteden. Paulus schrijft aan zijn gemeenten die hij bezocht in opdracht van de gezalde koning van Israël om die verloren schapen die blijde boodschap van het evangelie van het koninkrijk, dus de wederoprichting van Israël, te leren. Hij zegt dus in hoofdstuk 1, Paulus, een apostel, dus een gezondere, niet vanwege mensen, dus geen theologische opleiding, maar hij behoort niet bij een kerkgenootschap. Nee, hij is een gezondene, nog door een mens, maar hij is gezonden door Jezus Christus, met andere woorden, de gezalfde koning van Israël, en God de Vader, die hem, Jezus, opgewekt heeft uit de doden. En al de broeders, dat zijn dus zijn volksgenoten, dus niet zijn kerkgemeenschap, zijn volksgenoten, die bij mij zijn, en hij schrijft aan de gemeenten, de Ecclesia, de uitgeroepenen uit Israël, die in Galatië zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. En dat gaat dus om de Vader van Israël, want de God van de Bijbel is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus hij is de Vader van Israël. En van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. De zonden van het volk Israël, daar is de Heer Jezus voor gekomen. Om ons, Israël, te trekken uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid. Amen. Dit is een inleiding van een brief die Paulus schrijft aan die verloren schapen van het huis van Israël, die op weg zijn naar Noordwest-Europa om zich daar te vestigen. Zo lees je de Bijbel als je achtergrondinformatie hebt. Als je Mozes, de psalmen, de profeten en ook de reguliere geschiedenis kent, dan weet je waar Paulus het over heeft. Dus wij nemen niet een tekstje uit de Bijbel en maken daar onze eigen filosofische preek van, zoals vele predikers dat doen. Nee, wij lezen een brief die Paulus schrijft aan mensen die van de hoed en de rand weten. Je moet dus het ingezetene zijn van deze kennis. Maar hij begint met een waarschuwing. Het verbaast mij dat gij u zo schielijk van diegene die u door de genade van Christus, dus door de genade van die gezalfde koning, geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. Dus in de dagen van Paulus werd er al een ander evangelie verkondigd. Dit moet je vasthouden. Hij zegt, en dat is geen evangelie. Ik zou ook kunnen zeggen dat vandaag aan de dag veel evangelie gepredikt wordt die niets met het evangelie van het koninkrijk te maken heeft. En dan zegt Paulus, dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Daar staat niet het evangelie van Jezus willen verdraaien, maar van Christus, de gezalfde, de Messias van Israël. Zijn evangelie zijn ze aan het verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Als je dat heel aandachtig leest, moet je er eigenlijk stil van worden, want een vervloeking is heel ernstig. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens, indien iemand u een evangelie predikt afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.
Dan moet je dus weten welk evangelie bedoelt Paulus nou. Paulus heeft niets anders verkondigd dan Mozes, de psalmen en de profeten en de wederopstanding, het herstel van het volk Israël. Als je een ander evangelie predikt van een Jezus zonder Israël, dan verkondig je een ander evangelie. En dit is wat vandaag aan de dag in kerk, in groepen gebeurt. Ze verkondigen de evangelie aan alle volkeren de wereld, zonder te weten dat het gaat om het huis van Israël. Dat is een ander evangelie. Want hij zegt in vers 10, tracht ik thans mensen te winnen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog tracht mensen te behagen, zou ik geen dienstknecht van die Messias, van die gezalfde koning zijn. Ook ik zeg, tracht ik mensen te behagen? Ik wil niet bij de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk mensen behagen. Ik wil de waarheid van het woord aan mijn volk openbaren. Dus ik zoek niet het behagen van mensen. Want dan zou ik geen dienstknecht zijn van die gezalfde koning van Israël. Nou, in vers 11 zegt hij hoe hij apostel werd. Gezonderen. Jezus heeft het persoonlijk uitgezocht. Jezus stelt in zijn gemeente, in de Ecclesia, zijn lichaam, zelf aan wie apostel is, evangelist is, herder en leraar. Daar hoef je niet voor naar de theologie, je hoeft niet naar de universiteit, je hoeft niet door dit of die of zus of zo. Nee, de Heer Jezus stelt zijn dienstknechten aan. Daar heeft Paulus het over. Want, zegt hij, ik maak u bekend, broeders, volksgenoten, dat het evangelie welke door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Nou, dat is wat ik altijd ervaar als ik het evangelie van het koninkrijk verkondig en praat over het herstel van Israël, dan vinden de mensen dat niet prettig. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus de Messias. Dus Paulus heeft een openbaring van Jezus zelf ontvangen. Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom, want hij komt uit de stam van Juda, en dat heeft niks met het Jodendom te maken. Dit is een foutieve vertaling, want er staat niet Jodendom, want dat bestond in die dagen niet zoals wij dat kennen. Hij zegt, ik heb de gemeenten, dus de Ecclesia, bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien. En ik heb in het Jodendom, heb ik het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk. Als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Mozes, psalmen en de profeten. Maar toen het hem die mij van de schoot mijn moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had, dus God, zijn zoon in mij te openbaren. Nou, dat gebeurde op weg naar Damascus. Prachtig mooi verhaal. Opdat ik hem, Jezus, daar staat hier heidenen, dat is ook zo'n miskleun, daar staat onder de volkeren, etnos, het verheidenste 10 stammen, verkondigen zou. Zo moet je de brieven van Paulus lezen en niet anders. Anders bezondig je aan het verkondigen van een vals evangelie. Want, zegt hij, want ik ben geen ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed. Dus we hebben niet die leraar genomen, die kerk bezocht, die kerk, nee. Ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren, maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd. Daarop ging ik 3 jaar later naar Jeruzalem om Kefas, dus Petrus, te bezoeken. En ik bleef 15 dagen bij hem. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Wat ik schrijf, zie voor het aangezicht van God, ik lieg niet. Daarna ben ik gegaan naar de streken van Sicilië en Cilicië. En ik was aan de gemeente van Christus in Judea
van aanzien onbekend. Alleen hoorden zij telkens, hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij tevoren tracht uit te roeien. En zij verheerlijkte God in mij. Want vanaf de dag dat Paulus wederom geboren werd, openbaarde de Heer Jezus het evangelie van het koninkrijk aan Paulus en de verlossing van zijn volk Israël. Dat ging Paulus brengen. En toen die mensen dat hoorden in Judea, waren zij blijde. Nou, dan wordt Paulus erkend. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weder naar Jeruzalem. Na 14 jaar. Met Barnabas en Titus mede. En ik ging op grond van een openbaring. Hey. En ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de verloren schapen van Israël verkondigd, afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Maar zelfs Titus, die bij me was, werd, ofschoon hij een Griek was, hij was een van die verloren schapen van Israël, die was toen in die Griekenland, in die omgeving, toch niet gedwongen zich te laten besnijden. Want die verloren stammen waren in de verstrooiing en die waren losgeraakt van de verbonden en alles. Dus zij waren heel van de vroegere waar ze bij horen vergeten en dat was in hun gedachten uitgewist. En zij lieten zich niet zo besnijden wat moest in Israël. En dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden. Nou, daar heb je het weer. En met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden, die waren binnengeslopen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden en zo ons tot slavernij te brengen. Dus Paulus had in zijn tijd al te maken met binnengeslopen valse broeders. Dat waren die Joden die uit die Esau-Amalek-lijn waren. Die wilden hen weer onder de wet plaatsen. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Maar wat hen betreft, die in zeker aanzien waren, wat zij vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niet toe. Geen fariseërs en al die lui die zo belangrijk waren, deden er voor Paulus niet toe. Nou, voor mij doen ze vandaag en de dag er ook niet toe. Want God ziet de persoon niet aan. Mij immers hebben zij, die in aanzien waren, verder niets opgelegd. Maar integendeel, toen zij zagen dat mijn prediking van het evangelie aan de onbesnedenen, dus aan die 10 verloren stammen, toevertrouwd was, gelijk aan Petrus, die aan u de besnedenen doet, dus Petrus was dus ook uit het huis van Juda. Immers, hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen, voor die volken. Daar staat dus ethnos en ook nog het woordje laos in een andere vertaling, wat duidt op Israël. Vers 9. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkte, reikte Jacobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas, de broederhand. Wij zouden dus naar die verloren schapen gaan, zij naar de besnedenen. Zij gingen dus naar het huis van Juda. Want Benjamin, want ze waren allemaal Benjaminieten, die was toegevoegd aan het huis van Juda, omdat Jeruzalem op het grondgebied van Benjamin lag. Heel belangrijk, want het waren allemaal Galileërs in de tijd dat de Heer Jezus zijn discipelen uitzond. Dus geen Joden. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken en ik heb mij ook beijverd dat vooral te doen. Paulus tegenover Petrus. Maar toen Kefas te Antiochieën gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat hij het ongelijk aan zijn kant was.
Want voordat sommigen uit de kringen van Jacobus gekomen waren, at hij met die heidenen aan één tafel. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonder zich af uit vrees voor de besnedenen. Petrus was een beetje schijnheilig aan het doen. Eerst at hij wel met die zogenaamde onbesnedenen. Hè, die mensen uit de 10 verloren stammen, die waren onbesnedenen genoemd. Maar toen die anderen kwamen vanuit het huis van Juda, trok hij zich terug. En ook de overige Joden huichelden met hem mede. Zodat zelfs Barnabas zich liet medeslepen door hun huichelarij. Dat moet wat geweest zijn. Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Kefas ten aanhoor van allen: indien gij die een Jood zijt naar de heidenen en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? De hoofdzaak, ook voor christenen uit de Joden, zegt hij. Wij, geboren Judeërs en geen zondaars uit de heidenen, hè, dus die nogmaals, die 10 stammen werden als heidenen gelijkgesteld aan de andere volkeren gezien. Wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, want Israël leefde heel sterk onder de wet, waardoor het zelf, het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit geloof in Christus en niet uit werken der wet. Heer Jezus is gekomen om die wet niet weg te doen, maar om hem te vervullen. Wat Israël in hun tijd niet kon, de wet volledig te houden, want als je maar een klein dingetje van de wet overtrad, overtrad je dus de hele wet, konden ze nou door geloof in die Messias, in die gezalfde koning, die hele wet houden, omdat Jezus die al vervuld had. En daarom is geloof in de Heer Jezus zo ontzettend belangrijk, omdat je met hem die wet kan vervullen. Want uit werken de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Dus je kan niet door goede werken, door het houden van de wet, tegen God zeggen: nou vader, nou heb ik die wet helemaal gehouden, nu krijg ik van u eeuwig leven. Nee hoor, het geloof in de Heer Jezus is de enige weg tot behoud. Maar indien wij trachten de in Christus gerechtvaardigd worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet. Jezus staat niet in dienst van de zonde. Hij staat in dienst van Israël, die hij door zijn geweldig offer heeft vrijgekocht op het kruis van Golgotha. Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb wederopbouw, bewijs ik daardoor dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, om voor God te leven. Dat is een hele diepe zin waar we heel goed over moeten nadenken. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven. Met Christus, met die gezalfde koning, ben ik gekruisigd en toch leef ik. Hoe is het mogelijk? Ik, dat ik niet meer mijn ik, dus mijn vlees en het vervullen van de wet, maar dat die gezalfde koning leeft in mij. Want door geloof, door berouw en bekering, komt die Heilige Geest in ons Israëlieten wonen. He, dan leef ik niet meer, maar zover ik leef, zegt hij, leeft hij in mij. En zover ik nu nog in het vlees leef, want er zijn mensen, zegt hij, leef ik door het geloof in de Zoon van God. We zijn nog steeds in het vlees, we zijn nog steeds niet gelijkvormig geworden naar het beeld van de Heer Jezus. Dat komt pas bij zijn terugkeer of als we eerder komen te overlijden. Want die Zoon die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dus nou gaat Paulus van de gemeenschap van heel Israël naar zichzelf. Dat kunnen wij ook doen. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet. Want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus te vergeefs gestorven.
Heel veel christenen willen vandaag nog straks alleen maar door goede werken in een goed plaatje bij God komen. We moeten de Sabbat houden. We moeten de heilige namen gebruiken. We moeten dit en we moeten dat en we moeten zus en we moeten zo. In de loop der tijden zijn zoveel dingen aan dat evangelie toegevoegd dat de mens kromloopt van de wet. Nee, ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet, want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus te vergeefs gestorven. Als ik het van de wet laat afhangen, zal ik nooit Christus kunnen winnen en nooit dat koninkrijk van God binnengaan. Want de rechtvaardigheid geschiet door geloof. O onverstandige Nederlanders. Oh nee, hier staat gelaten. Wie heeft u betoverd wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van u willen weten. Hebt gij de geest, met een hoofdletter ontvangen, ten gevolge van de werkende wet of van de prediking van het geloof? Ik heb het ontvangen door de prediking van het geloof. Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met de Heilige Geest en eindigt gij nu in het vlees? Door Sabbat te houden, door de heilige namen te gebruiken, door alle feestdagen te gaan vieren en al die andere dingen waar ze vandaag de dag elkaar mee dwars zitten in groepen en noem maar op. Was het dan ter vergeefs dat gij zoveel hebt ondervonden? Waren het slechts te vergeefs die u de geest met een hoofdletter schenkt en krachtig onder u werkt? Doet hij dit ten gevolge van de werkende wet of van de prediking van het geloof? Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. Dan moeten we goed oppassen dat we niet zeggen, als je tot geloof komt, word je een kind van Abraham. Nee, ze waren al kinderen van Israël, maar ze waren met een scheidbrief in de verstrooiing gezonden. Lo ami niet meer mijn volk. Heel Israël, het huis van Israël, de 10 stammen, zijn vele eeuwen gestraft. Maar Jezus is gekomen om dat volk juist te verlossen. Dus door het geloof worden zij weer aangenomen als kinderen van Abraham. Want, zegt hij, en de schrift die tevoren zag dat God de volken uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Zie je, dat hoort heel dicht bij elkaar. Want hij zegt, in u zullen alle Israëlvolkeren gezegend worden. Niet alle volkeren der aarde, Israëlvolkeren. Want het gaat over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Letterlijk sperma en nazaad. Zij die uit geloof zijn, worden dus gezegend samen met de gelovige Abraham. En nou is de kring weer rond. Zo lees je de brieven van de apostel Paulus voor en zo geef je onderwijs. Dit is wat in Mozes en de profeten in de psalmen staat. Want alle die van de werkende wet verwachten, liggen onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar wie dat doet, zal daardoor leven. De wet leert ons dat als wij de wet van God houden, wij daardoor gezegend worden. Maar we kunnen niet gerechtvaardigd worden. Christus, de gezalfde koning van Israël, heeft ons, Israël, vrijgekocht van de vloek der wet. Want Israël kon kiezen voor of tegen de wet. Lees Deuteronomium 28 maar eens door. Maar veel christenen kennen het Oude Testament niet. Weten niet wat de wil van God is. Want hij, Jezus, is voor ons die vloek geworden. Dus die andere kant van de medaille van de wet. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo
is de zegen van Abraham tot de verloren 10 stammen gekomen in Jezus Christus, opdat wij, huis van Israël, de belofte des geestes zouden daardoor ontvangen door geloof. Alleen maar laten zien en leren, omdat ik studie gemaakt heb van Mozes, psalmen en de profeten, en dat ik weet wat het raadsplan van God is. Daarom begrijp ik die woorden van de apostel Paulus zo goed. Hij zegt, broeders, volksgenoten, ik spreek op menselijke wijze, zelfs het testament van een mens dat rechtskracht verkregen heeft, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Nu werd aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad, sperma, nageslacht. Hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan uw zaad, dat is inderdaad enkelvoud, dat wil zeggen aan Christus, de gezalfde. Ik bedoel dit, de wet die 430 jaar later is gekomen, maakt het testament daaraan door God tevoren rechtskracht ontleend, was niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zouden doen verliezen. Immers, als de erfenis van de wet afhangt van niet, dan niet van de belofte, en juist door een belofte, heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken. Door de wet leren wij dat wij zondaren zijn, omdat wij die wet niet hebben gehouden en het ook niet konden doen. Zegt hij, bijgevoeglijk totdat het zaad zou komen, Jezus, waarop de belofte sloeg, en zij is op last van God door de engelen in de hand van een bemiddelaar gegeven. Een bemiddelaar is niet de vertegenwoordiger van één, God echter is één. Is de wet dan in strijd met de belofte Gods? Volstrekt niet. Want indien er wet gegeven was, die levend kon maken, dan zou inderdaad uit de wet gerechtigheid voorgekomen zijn. Nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus, dus het geloof in de gezalfde koning van Israël, de belofte het deel zou worden van hen die geloven. Dus God de Vader wil dat wij geloven in de Heer Jezus als de gezalfde koning van Israël. Vers 23 van hoofdstuk 3. Doch voordat dit geloof kwam van Israël, werden wij Israël onder de wet in verzekerde bewaring gehouden, met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. Dus later, toen Jezus kwam en hij predikte het evangelie van het koninkrijk, toen werd het openbaar. Want de wet is een tuchtmeester voor ons geweest, tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echt het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Nou komt het, vers 26. Want gij zijt alle zonen van God, door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, door onderdompeling, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek of slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk. Gij alleen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de beloften erfgenaam. Nu moet je heel goed oppassen, want zo gebruiken ze altijd vers 28. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek of slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk. Zie je, zei ze, nou kunnen we naar de heidenen gaan. Dit is niet wat er staat. De belofte gaat om het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Dus aan mannelijk en vrouwelijk. Daar gaat het om. Kinderen, nageslacht van Abraham, die krijgen deze belofte. En als zij zich bekeren, wederom geboren worden, dan maakt dit het allemaal niet uit. Maar je wordt toch door geloof niet man, vrouw, vrouw, man. Dat staat er toch niet. Je wordt toch geen slaaf. Nee, dat is niet wat er staat. We moeten dat goed lezen. Want hij zegt, want gij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. Dus als wij in dat doopbad gaan, worden we bekleed met
Christus. Wie is Christus? Hij is die volmaakte man die straks met Israël gaat huwen. Dan is er geen sprake van Jood of Griek. Dus Judeër of huis van Israël. Daar gaat het om. Het gaat om die twee huizen. Dat moet je heel goed gescheiden houden. Dat is wat juist Paulus zo heel goed uitlegt. Dan zegt Paulus in hoofdstuk 4 vers 1. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is. Dat was het huis van Israël. Verschilt hij in niets van een slaaf. Ook al is hij eigenaar van alles. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven wij, Israël, zolang wij onderworpen waren aan de wereldgeesten, want ze waren in ballingschap, zonder God, zonder hoop in de wereld. Ze waren overgeleverd aan allerlei heidendom. Maar vers 4, maar toen de volheid destijds gekomen was, die God van tevoren bepaald had, nu is de dag, ja, heeft God zijn zoon, Jezus, uitgezonden, let op, geboren uit een vrouw, uit een letterlijke vrouw Maria, geboren onder de wet, van Israël, want hij kwam uit het huis van Juda. Waarom, vers 5, om hen, Israël, die onder de wet waren, vrij te kopen. Die andere volkeren zijn nooit onder de wet geweest, dus die hoeven niet worden vrij gekocht. Het is zo wonderlijk als je dat woord van God recht kan snijden. Want, zegt hij, opdat wij, Israël, het recht van zonen zouden verkrijgen. We konden als verheidenste Israëlieten terugkeren in dat volk van God. Vers 6. En dat gij zonen zijt, dus als bewijs daarvan, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden. In wie? In onze harten, in Israël, die roept Abba, Vader. Dan zegt vers 7, gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam van God. Als je dit heel goed begrijpt, heel goed begrijpt en eigen maakt, dan ben je van nu af aan een prinses of een prins van Israël. Want die vader van Israël is de koning van Israël. Maar, zegt Paulus, hij kijkt even terug, maar in de tijd dat gij God niet kende, toen zij in de verstrooiing waren, heb gij goden gediend die het in wezen niet zijn. Oh, wat heeft Israël gezondigd in hun ballingschap. Maar ook vandaag aan de dag zondigen wij, huidige Israëlieten, ongelooflijk veel. We hebben wat een afgoden in ons land. 300 moskeeën. We hebben boeddha's en allerlei andere dingen. We laten ons tatoeëren. En al die andere diensten aan afgoden. We hebben die vervloekte kerstmis met die kerstbomen. Met paas hebben we paaseieren. Paas dat we nou gedenken dat de gezalde koning voor Israël gestorven is. Nee, gaan we paaseieren zoeken. Kan je nagaan hoe diep wij gezonken zijn. Want we dienen niet God, maar Baal, de economie. Want die moet draaien. Dat zit erachter. Vers 9. Nu gij echter God hebt leren kennen. Ja, nog meer. Want wij leren God kennen in Jezus Christus. Door God gekend zijn. Hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten? Volk van Nederland, wat loop je toch achter zwakke, armelijke wereldgeesten? Achter die zielige leiders, de politieke leiders, die zwakke kerkelijke herders. Waarvan gij weet van meet aan dienstbaar wilt maken. Word maar lid van een politieke partij. Bind je maar aan een kerkgenootschap. Noem je maar vrij evangelisch, gereformeerd, hervormd, baptist. Noem maar jij maar zo. Dan ben je nog niet het eigendom van Jezus Christus. Maak maanden, vaste tijden en jaren neem gij waar. Vandaag in de dag zijn mensen die joden mijnend zijn. Die willen loofhuttefeest vieren en al die andere dingen. Hij zegt, ik vrees dat ik mij wellicht
tevergeefs voor u ingespannen. We hebben 2000 jaar het evangelie van de apostel Paulus. En het is zo slecht begrepen. Daarvoor is ons volk zo treurig en goddeloos geworden. Dan doet Paulus een dringende bede. Vers 12. Wees zoals ik, bid ik u, broeders, volksgenoten, opdat ook ik ben, zodat gij hebt mij in geen enkel opzicht verongelukt. Ja, gij weet dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb. En toch heb gij mij de verzoeking die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets afstandelijks, afschuwelijks beschouwd of er tegen gespeeld, maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, ja, als Christus Jezus. Gij hebt u toen gelukkig geprezen, wat is daarvan over? Want ik kan van u getuigen, omdat gij waarlijk mogelijk geweest uw ogen uitgerukt en ze mij gegeven zouden hebben. Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg? Dus Paulus heeft geweldig zijn best gedaan om aan al die verloren schapen dat evangelie te verkondigen. Daar waren ze heel blij mee. Maar nou hij doordringt tot de kern van het evangelie, worden ze opeens zijn vijanden. Zij zijn vol ijver voor u, maar niet op de juiste wijze. Want wij willen u buitensluiten, opdat gij vol ijver voor hem zou zijn. Nu is het goed dat er ijver getoond wordt in het goede, mits te alle tijden en niet alleen wanneer ik bij u ben. Mijn kinderen, terwille van wie ik opnieuw weeën doorsta, moet je voorstellen wat Paulus overgehad heeft, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft. Ik zou wensen dat ik op dit ogenblik bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in zorgen over u. Nou gaat Paulus een heel belangrijk stuk handelen, want er was heel veel strijd in die gemeente van Galaten. Zeg mij, gij die onder de wet wilt staan, Joden, luistert gij niet naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 bij de slavin en 1 bij de vrije, Hagar. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de belofte. Je weet dat Abraham ging bij zijn slavin in en hij verwekte daar bij Hagar, die zoon, waar we nou al die moslims aan te danken hebben. Dit is iets waarin diepere zin ligt, want dit zijn 2 bedelingen. Let op, de ene van de berg Sinaï, die slavenbaard, dat is Hagar. Heel belangrijk. Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op 1 lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verheugt u, gij onvruchtbare, huis van Israël, die niet baart, breek uit, roep gij, die geen weeën gekend, maar die talrijk zijn, de kinderen der eenzamen, van het huis van Israël, dan van haar die de man heeft. En gij, broeders, zijt evenals Isaac, let op, want daar gaat het om, dat is de sleutel, kinderen der beloften. Niet die andere, Isaac. Niet Hagar, niet Ismaël, maar Isaac. Maar zoals de tijds hij die naar het vlees verwekt is, hem die naar de geest verwekt was, vervolgt. Dus de moslims vervolgen nu de christenen, die niet weten dat ze tot Israël behoren. Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon der vrij. Nooit zullen moslims ons overroelen. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen ene slavin, maar van de vrije. Halleluja! Nou, hoofdstuk 5. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons, Israël, vrijgemaakt. Houd u stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen door de Jodendom met zijn wetten. Zie, ik, Paulus, zeg u, indien gij u laat besnijden, wat vandaag de dag ook weer een hot item is, zal Christus u geen nut doen. Nogmaals, betuig ik aan een ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet na te komen.
Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Buiten de genade staat gij. Wij immers verwachten door de geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. Want in Christus Jezus vermag nog besnijdenis iets, nog onbesneden zijn. Maar geloof door liefde en werken. Gij liep goed. Wie is u in de weg gekomen dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overtreding kwam niet van hem die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele zuurdeeg zuur. Ik voor mij ben van overtuigd in de Heere dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij. Wat mij echter betreft, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd. Zij moeten zich maar laten besnijden die u verontrusten. De apostel Paulus zegt vlees of geest. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, om te doen wat je wil, maar dient elkander door de liefde. Want de hele wet is in één woord vervuld en dit is, gij zult uw naasten, uw volksgenoten, lief hebben als uzelf. Het is niet de hele wereld. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt, zoals het vandaag aan de dag gebeurt. Dit bedoel ik. Wandel door de geest en voldoet niet aan de begeerte van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. En dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander. Zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Let op, vandaag aan de dag, Nederlandse volk, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, in een glazen bol kijken, naar de televisie kijken met al die hokuspokerspelletjes, feiten, twist, afgunst, uitbarstingen van toren, zelfzucht, tweedracht, want er is geen ene kerkgenootschap het eens met de ander, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw. Zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet beërven. Lees vers 19 nou eens op uw gemak eens na en denk daarover na. Als u deze dingen doet, zult u nooit het eeuwige leven beërven en het Koninkrijk van God kunnen binnengaan. Maar dan zegt Paulus het volgende, er is hoop. Maar de vrucht van de Heilige Geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie in Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dat is nog een hele klus om je begeerte te kruisigen met Christus. Want we willen zo graag onszelf projecteren. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tarten, elkander benijden. Steunt elkaar, hoofdstuk 6. Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, help gij die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen. Je hebt van die mensen die altijd zo goed weten, hij heeft dit gedaan, zij heeft dat gedaan, zus gedaan, en wijzen met hun vinger en roddelen over elkaar. Nee, ga naar zo'n persoon toe en probeer daarin een bemiddelaar te zijn tussen hen en Christus, zodat zij opnieuw berouw kunnen tonen, omdat ook zij door de geest van God zouden wandelen. Wij willen door wetten en verordeningen willen we mensen in het gereel houden. Nee, de vernieuwing komt uit het mensenhart, door opnieuw
anders te gaan denken. Hij zegt, verdraagt elkanders moeilijkheden. Zo zult gij de wet van Christus, van die gezalfde koning, vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt dat hij iets is, let op, ministers, predikers, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen. Dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roemen hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. En hij die onderricht wordt in het woord, delen van alle goede meden aan wie dat onderricht geeft. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest, met een hoofdletter zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslappen. En juist in onze tijd is dat heel moeilijk, want we worden zo gauw moedeloos van alle zorgen en bekommernissen die in een mensenleven en op politiek terrein op ons afkomen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in gezondheid voor onze geloofsgenoten. Eén zinnetje, zo belangrijk. We zijn zo goed in goede doelen naar andere volken. Elke dag is weer op de televisie een of andere actie. Maar ze gaan niet naar hun geloofsgenoten. Dat zijn dus de huisgenoten van God, je volksgenoten. Ach, laat die mensen maar bij die voedselbank lopen. Laat die mensen maar dit en laat die mensen maar dat. Laat die kinderen maar verhongeren. Laat maar doen in je eigen land. Ja, we zijn een rijk land en we weten daar overheen te blazen. Maar ondertussen is er veel leed onder onze volksgenoten. Wie kijkt daar naar om? Paulus sluit zijn brief aan de Galaten af met een waarschuwing en groet. Ziet hoe grote letters ik u eigen handen schrijf. Dus Paulus wil het in neonletters meedelen aan die verloren schapen. Ook ik wil dat aan mijn volk doen. Alle die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis. Ik heb al gezegd, je moet de Sabbat houden, je moet dit, je moet dat doen. Alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Jezus. Want zij die zich laten besnijden, houden zelf zichzelf niet aan de wet. Toch zij willen dat gij u laat besnijden, opdat zij op uw vlees roem kunnen dragen. Maar ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik in de wereld. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets. Maar of men een nieuwe schepping is, halleluja. En alle die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen en ook over Israëls God. Hij sluit af met nog een keer de nadruk te leggen op Israël. Overigens vallen niemand mij lastig, want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. En zo besluit de apostel Paulus de brief aan de Galaten. En nu weet u dat ook de Galaten behoren tot die verloren schapen van het huis van Israël. Paulus heeft met hen gesproken over de prachtige evangelie, over het herstel van het volk Israël. Want als hij persoonlijk lesgeeft van oog tot oog, kan je veel meer zeggen als dat je het in een brief schrijft. Je haalt dus alleen maar enkele dingen aan die je eerder hebt besproken. Daarom is het zo belangrijk dat wij christenen leren aan wie zijn alle brieven van de apostel Paulus geschreven. Nou, wij als Ecclesia Evangelii Corps Holland, kwartiermakers van dat koninkrijk Israël onder het Nieuwe Verbond, hebben een prachtige website
www.ecclesia-evangeliekorps.com. Daar staan bijna 2000 artikelen die allemaal gaan over het evangelie van het Koninkrijk, zoals door Mozes, de profeten, de psalmen beschreven, geleerd is door de Heer Jezus zelf en door zijn apostelen, door zijn uitverkoren dienstknechten. En ook in onze dagen heeft God dienstknechten, apostelen, evangelisten, herders en leraren gezonden om ons de prachtige evangelie die door apostel Paulus ook is verkondigd, om dat te leren. Ik ben mijn hemelse Vader dankbaar voor zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons volk gestorven is, maar nog meer opgestaan is, zodat wij uit de dood overgegaan zijn naar het leven en geplaatst zijn in zijn koninkrijk. Maar ook ben ik dankbaar dat hij mij prachtige leraren heeft gegeven, zodat ik ook als een evangelist voor het verloren huis van Israël een prachtige boodschap kan doorgeven aan mijn volksgenoten die in ernstige moeilijkheden en problemen zijn. Bij deze opname moet ik terugdenken dat enkele dagen terug weer een aanval was in Frankrijk, in Parijs, waar de moslims weer een terroristische daad hebben verricht. Heel Europa staat op zijn achterste benen. Lieve mensen, dit is nog maar het begin van de weeën die staan te komen, want Ismaël wil de belofte van Isaac eigen maken. Maar welke theoloog, herder of leraar heeft dat nu door? Vestigt uw oog op de gezalde koning van Israël, want hij zal zijn volk verlossen. Jeremia vers 30 staat dat de benauwdheid van Jacob, die helaas over ons moet komen, omdat het volk goddeloos geworden is. Heel Israël, waar ze zich mogen vinden, die 10 stammen, leven in goddeloosheid, moeten door de benauwdheid tot de erkentenis van de waarheid komen. Maar waarom zou u door de benauwdheid gaan, als u nu al vrij kunt worden in Jezus Christus? Dit is mijn bede, dat God onze Vader, ons Nederlandse volk, zal redden van de ondergang en dat we terugkeren onder de herderstaf van de gezalfde koning van Israël. Amen. Thank you.
Thank you.